Een hele goede morgen. Het is woensdag en welkom bij een nieuwe vlog. Het is het druilerig shit weer. Ik ga gewoon mijn dingen doen en dan weet ik het eigenlijk nog niet. Maar ik ga vandaag in ieder geval naar Amsterdam. Dus ik ben benieuwd. En echt heel je planning loopt naar de kloten gewoon. Als één ding is dat fout gaat. Ik was gisteravond mijn haar aan het verven. En tijdens het wachten zit ik van even dat te doen. Ik trek gewoon mijn kies eruit. Kijk. Hoe fucking bizar is dat? En dat is die kies waar die wortelkanaalbehandeling is geweest. Waar ik 5 december voor terug moet. Dat hoeft nou niet meer. Dus ik heb net de tandarts gebeld. En hij zit helemaal bomvol. Maar ja, kan niet schelen. Ik ga hem oplossen. Dus maar ze belt me dan terug of ze mijn patiënten kan schuiven en wat dan ook. Maar ja, dan maar niet te hard lachen. Want dat is gewoon geen gezicht. Kut zei. Maar goed, ik ga even verder mijn dingetjes doen en dan nog even aan het werk thuis. Ja, druk. We zijn onderweg naar Amsterdam met deze meid. Dus, het is ongeveer een uurtje rijden. Ze zijn al even zoet. En dan hoop ik niet dat het echt al te hysterisch druk is. Maar ja, dat geluk hebben we altijd. Ik heb even getankt. Dus, let's go! We zijn in Amsterdam en we gaan naar binnen. Maar hoe je, het is een jaar misschien dat je laat. Zo, en het is donker hier. Jut en Jules zijn weer thuis. En we hebben gewoon een ongeluk gehad. Hè? Huh? We zaten midden in een mini-kettingbotsing. Ik remde omdat die auto voor me remde. En toen klapte er eentje achterop me. Waardoor ik weer naar voren klapte. Ja. Die over de zeik. En pijn naar de kop en pijn naar de nek. Dus het was even hysterisch op de snelweg. Maar goed, we zijn thuis. We hebben lekker gegeten. Nee, we hebben echt veel gegeten. Dus, ja, was even een hele ervaring even heen en weer Amsterdam. Maar Ras vond er helemaal geen kloot aan. Ja, maar hij vond het saai. Ja, ik kon niks doen. Het was wel leuk om naar Amsterdam te gaan, maar ik kon niks doen. Het was een kick-off, zeg maar, van een voor blokkers. Dus er moest een en ander opgezet worden. En ja, dat is praten en doen. En ja, dat is voor een kind saai. Maar goed, ze vond het leuk om met mama de hoort op te gaan. Toch? Altijd. Altijd. Dus, maar deze meiden gaan even lekker chillen nog. En even bijkomen. En dan ga ik mijn make-up eraf halen en dan ga ik slapen. Ik heb morgen toets. Morgen toets, morgen heb je inentingen. HPV-inenting. Dus, maar dan mag ik niet vloggen binnen. Maar vorig jaar ook niet. Dus, goed, ik wil even een rondje wachten, want mijn kentekenplaat ligt eraf.
Dus ja, ik kan lekker 200 rijden en geflitst worden, maar ik kan zonder kenteken. Nee, doen we niet, geintje. Dus dat moeten we even fixen. Maar verder niet echt schade of zo, dat niet gelukkig. Alleen ja, mijn kentekenplaat eraf. Dat is het enigste eigenlijk. Gelukkig maar, gelukkig. Want voor hetzelfde zit heel je auto in elkaar. Nou, daar zaten we even niet op te wachten. Dat dacht ik juist. Ja. En die is hard op ons klapte, Jezus. Ja. Dus ja. Maar ik heb wel een lekker smoothie gehad. Ja, ik heb het wel even lekker verwend. Want we zijn even met de heren, want het waren twee mannen. Even naar een benzinestation gereden. En, hoe heet dat? Hebben we even smoothie gehaald voor de. Hè? Dat was echt een lekkere smoothie. Een lekkere smoothie. Die maak je altijd met je yoghurt en je... Ja, met mijn fruitjes. Dus morgen bloed prikken. En ja, dan even met haar naar de inentingen. En verder niet veel eigenlijk. Ik denk dat ik morgen even een chill dagje in ga lassen. Ja, want ik heb zoveel moeten lopen in Amsterdam. En trap op en trap af. Dus waarschijnlijk lig ik vannacht gillen van de pijn in mijn poot. Of niet, ik hoop het niet. Dus, en vandaag nog even contact gehad met Eva van Vrouw. Superleuk. Dus even wat dingen besproken. Hè? Leuke dingen in de planning. Dus zo te doen. Maar goed, heel lul verhaal weer. Wij gaan afsluiten. En we zien jullie morgen. Doei! En een hele goede morgen. Het is donderdag. Een donker man. Het komt ook omdat het donker buiten is natuurlijk. Het is best wel vroeg. 7:50. Maar ze komen zo bloed prikken. Dus ik ga nog even gaan opruimen beneden. En dan wachten. Het is 2:30. Ik ben vanmorgen weggegaan. Om 8:50, want ze kwamen niet van bloed prikken ook. Ik had haar geel gebeld. En ik stond bij hun niet op de priklijst. Nou, prima. Ik denk, nou, ga ik mijn boodschappen doen. Want ik moest rasje van school afhalen voor de inenting. Dat moest ik allemaal lopend of aan één stuk door doen, zeg maar. En 9:50 wordt er gebeld van in de auto. Van ja, bloedprik staat voor de deur. Toen hebben we nou niet thuis. Waarschijnlijk weer door een of andere instelling geprikt te worden of zo. Dus ja, jammer. Toen met Ras de inenting doen. En geloof me, is het Nationale Oudjesdag op de weg vandaag? Misschien komt het heel kut mijn bek uit hoor, maar 80 jaar achter het stuur en dan 20 gaan rijden. Zo niet erop zeg, zeker als je haast hebt. Dus alles op tegen en remmen en optrekken en remmen en optrekken in de auto. Nou, mijn poot, jongen, echt. Dus ik werd steeds zagrijniger. Toen was weer terug op school afgezet. Toen naar huis. Ja, van Delft naar Ypenburg. 25 minuten. Wat ik normaal liter in 10 minuten doen. Ja, dat is dus een oude vorm, hè. Dus, en thuis aangekomen was ik gewoon echt helemaal naar de kloten. Maar goed, ik zit nu op de bank, agenda, kaarsjes aan. Even zin. Ik denk dat ik zo lekker even met mijn dekens op de bank ga liggen of zo. Ik ben echt helemaal gaar gewoon. Ja, dus. Zo te doen. Weer een lekkere kutvlog. Nou ja, maar dan. Het is niet anders. Dus, maar goed. Ik ga het even mijn agendatje doen. Dan ga ik even lekker liggen. Mijn chickies weer thuis. Mijn pijnlijk kop. Ga ik me toch een beetje zorgen. Want we hebben natuurlijk gisteren het ongeluk gehad. Dus je klapt echt met haar nek zo naar voren. Dus ja. Even in de gaten houden. Anders dan toch maar naar de huisarts. Want ze zou vanaf gaan schaatsen met Nio en nog een heel groepje. Ja. Daar heb je niet zoveel zin in. Zo. Godverdomme. Ik dood dat ik in de melk. Huiswerk, Florrie. Dus, ik heb een beetje tomaatsoep gemaakt. Fantastisch. En ik heb mijn prik gehad. Ik heb geen zin. Ja, en je hebt prik gehad. Nog steeds een pleister zitten. Ja?
Ja. Beetje. Ik vind hem geil zitten. Nou zeg, jezus, hoe oud ben je? 13. Dus. Ja, ze gaan even eten en ik heb gewoon de hele middag weg geslapen. Ik heb brok gehad. Ik was zo moe. Maar ik heb maar nodig hebben, toch? Dus. Ik heb brok gehad. Had je brok gehad? Zo. Prokrant, het is huiswerk, vis en dingen op school. Ja, shit happens, honey. Kijk, dit oké, okay, maar dit wel. Dus, ik ga even mijn soepje roeren en Roontje komt ook zo naar huis, denk ik. Die is onderweg naar huis. Ja, die is onderweg naar huis. Die had wat gekocht en liet die foto van zien, dus neem aan dat hij onderweg is. Dus dat gaan we even doen. En we hebben soep en we hebben een tosti-apparaat. Die open gaat, stekker erin, tosti's erin. Kind kunnen was doen. En het is dus zover dat ik de vlog mag afsluiten. Het is 7 uur, ik moet douchen. Iedereen is stoort op mij, ze zijn lekker aan het schaatsen. Een vriendinnetje. We wonen zijn vrienden toe. Dus ik heb een lekker tijd voor mezelf. Ja, ik wou een hoop doen. Weer niks gedaan. Zo, haarbal. Maar goed, ik ga even lekker douchen en dan ga ik lekker mijn bedje in. En morgen is vrijdag, het is bijna weekend. Yes. En morgen wat te doen? Nee. Ja, een blogpost maken. Nog wat dingetjes wegwerken en ik wil even mijn nagels lakken. Want er staat genoeg nagellak nog wat ik moet doen. Dus, maar goed. Zo, klote licht zeg. Maar goed, zie jullie morgen. Doei. Een hele goede morgen. Het is vrijdag. Ik heb geen idee hoe laat. Ik denk iets van 8 uur of zo. Lekker vroeg weer. Dus even gaan mijn dingetjes doen. Bijna weekend. Ja, een druk weekend? Nee. Nee, ik kan kort krachtloos zijn. Niet op een wedstrijd morgen, maar is een bergshoek. Daar ga ik niet heen. Dat is een beetje te ver. Om daar 10 minuutjes te staan en dan weer terug te moeten. Dat doe ik niet. Dus, ik ga nu mijn medicijnen nemen. En eventjes wat dingen afronden. En daarna zien we het wel. Rosje is in ieder geval wel lekker vroeg vrij. Dus misschien ga ik vanmiddag nog even wat doen. Dus, dat zien we dan wel. Chickie's thuis. Weekend. Ik had er wat gemaakt. Het is van een knijpdinges. Wacht hè. Hey, weet zelfs hoe je het moet gebruiken. Hè? Je weet zelfs hoe je het moet gebruiken. Ja, natuurlijk weet ik hoe ik het moet gebruiken. Komt er een ei? Ei. Huh? Echt niet? Nee, echt niet. Huh? Oké. Oké, zonnetje schijnt. De lucht is blauw. En nee, geen teletubje te bekennen, nee. Dus, wij gaan even chillen. Dit vindt er al zo lekker aan. Ja, ik ook trouwens. Zo de oven in. Lekker makkelijk. Deze meid zit hem lekker te chillen in de onesie met een kopje thee. Mag ook eens. Mag ook eens, ja. Kaarsjes gezellig aan. Weekend. Hey, goedemorgen bij dit zo niet wakkere hoofd. Het is zaterdagochtend 9 uur. Ik ben gisteren vergeten de vlog af te sluiten. Shame on me. Dus, al een redelijke nacht gehad. Alleen, ik hou weer onwijs veel vocht vast.
Dikke kop, dikke poten. Oh, doet zeer. Dus, gewoon genio's en dan naar de voetbal. Gewoon rustig even broodjes halen. En daarna gaan we even andere boodschapjes doen. Dan ga ik naar huis, ga ik werken, eten. Dan ga ik even naar... Wateringen? Naaldwijk? Naar Ibo. Even gedag zeggen. En dan moet ik ook nog eventjes naar het Kruidvat toe. Want spul voor mijn ogen is op. En ik krijg ook weer eczeem boven mijn ogen. Dat voelde ik vannacht opkomen. Helemaal fucked up. Dus. Fijn weekend. Nee, kom wel goed. Dus. Ik heb best wel koud. Het is 9 graden. Tyfus, moet tanken. Oh, ik heb hekel aan het tanken. Het is niet anders. Maar goed, ik ga het even het gas erop zetten. En we zijn weer thuis. Van een reis om de wereld. Ja, we zijn heel veel met Kruidvat geweest. En ik moest weer even kip halen, want dat was ik vergeten. En daarna zijn we even naar Anja en Ibo geweest. Vandaag is kooiwinkel. En nu zijn we lekker thuis. Thank God. Dus ik zit even langer op de bank. Al mijn poten zullen weer op. Dus ik moet even chill. Ja, dan ga ik eten maken. Eten weer allemaal verschillend. Dan gaan we niet uit stoppen met filet en uitje. Dan was één broodje knokworst. En ik eet mioen met kip. En groenten. Dus. Ja. Ja. Niet veel vlogmateriaal eigenlijk, hè, de laatste paar dagen. Ja, maar ik heb ook niks. Aankomende week wordt wel druk. Ik hoop afspraken. Ziekenhuis. Bloedprikken. Filmen met vrouw. Shoppen met de meiden, omdat het gefilmd wordt. Dus dat is wel leuk. Oh ja, en ik moet naar de tandarts natuurlijk, voor die kies. Dus, maar goed, ik ga nog even lekker chillen. Oh ja, en ik zat ook te denken om een storytime op te nemen. Maar ja, waar zal ik het eens over hebben? Wat willen jullie horen? Welk verhaal wil je horen? Let me know in de comments, ben benieuwd. Maar deze meid gaat nu chillen. En we gaan eten, en ze eet worstjes. Zie. En ik shopte nog nagellakjes bij het Kruidvat. Ja, weer nagellak. Een highlighter.
Dat is een review op de site, ja. En ik ga bij deze ook de vlog afsluiten. Het is best wel vroeg, 6 uur. Licht. Maar goed, ik moet hem even editen. Volgens mij zit het op mijn scherm. Vraag, als ik hem zo hou, krijg ik een balletje in beeld. Zie je? Zo niet. Nee. Vlog editen. Inplannen. Douchen. En naar bed. Ja. Ik ga even een beetje tv kijken. Dus. Ja. En morgen staat er weer een nieuwe vlog. Dus, duimpje omhoog als je het leuk vond. Bedankt voor het kijken. En ik zie jullie morgen weer. Doei!